Er zijn onderwerpen zoals bijvoorbeeld de genetische modificatie voor gewassen. Daar zijn hele verschillende meningen over. Er zijn ook echt verschillende emoties daaraan die daarachter zitten. En op zo'n dag met zo'n dialoog ga je veel beter begrijpen als onderzoeker wat er speelt. Kijk, we willen graag onderzoek doen met impact. En om impact te hebben heb je in de samenleving heb je een aantal dingen nodig. Je hebt inspiratie nodig, inspiratie van die samenleving. Je hebt kennis nodig wat leeft in de samenleving. En tenslotte, als wij onderzoek doen, dan wil je dat graag zo doen dat het draagvlak is in de samenleving. Te vertellen wat je doet en uitleggen en kijken hoe op daar gereageerd wordt. Nou, dat geeft en die inspiratie en dat geeft en dat draagvlak. En dat geeft ook een grotere kans dat die ook echt gebruikt worden.